Nou, we staan weer bij onze wijkwethouder, wethouder Buitelaar. En wat wij bijzonder vonden, dat meteen begin van het jaar, is er iets met de busverbindingen die verbeterd gaan worden. Vertel eens wat over ons. Ja, de concessie, zoals dat dan zo mooi heet, de openbaar vervoersaanbesteding, die door de provincie is uitgeschreven, die ook voor de Stadsdienst van Amersfoort geldt. En waarbij Syntus heeft aangegeven dat zij de lijnvoering van bussen gaan verbeteren. En vervatters betekent dat dat nu de gehele boulevard verbonden gaat worden met een busverbinding. Ja, want er zat altijd een gat tussen, ja, aan de rechterkant als je binnenkwam. En ja, dat betekent dat de bedrijven beter bereikbaar zijn. En daarnaast ook iets sneller, begreep ik. Klopt, ja. Ja, een aantal zaken die nu in de route gewoon aan het ophouden zijn, die worden eruit gehaald. Dat geldt met name voor lijn 3. En die gaat dus sneller naar de stad toe. Niet meer door Hoogland, maar op de Bunschotenstraat. En dat betekent dat je gewoon vanuit Vathorst, vanuit Nieuwland, gewoon sneller op de plek van bestemming bent. Dus een hele verbetering. Ja, vind ik wel. Ja, absoluut. En waar is Connection eigenlijk gebleven? Ja, Connection draait op dit moment de diensten tot aan 11 december. En zij hebben ook meegedaan in de aanbesteding, alleen Syntus heeft gewonnen. Dus die gaat wel het geheel doen? Het is niet zo dat Connection een ander stuk doet? Nee, Syntus doet de hele lijnvoering van bussen waar de provincie over gaat. En dus in het geval van Amersfoort zullen zij de complete buslijnen voor Amersfoort gaan vervoeren. Ja, wat ik dan nog meer las is dat er ook nog een elektrische bus komt. Ja, mooi. Ja, ja, hè? Ja, dat vind ik echt mooi. Elektrische bus, ook de andere bussen die niet elektrisch zijn, die voldoen aan hogere normen. Dus dat betekent ook dat met deze nieuwe busvervoerder we een stap kunnen zetten in de duurzaamheid. Dat is goed nieuws. Dat vind ik wel. Nou, ja, goed begin van het jaar. Dat dacht ik. Dankjewel. Alsjeblieft.